Ja, ik vond het net als veel mensen een indrukwekkende speech. Martijn Goedegeburen is speechschrijver voor ministers en directeuren van bedrijven. De kracht van de speech van Abu Taleb is volgens hem vooral de manier van uitspreken. Je voelt dat het geen toneelstukje is. En Abu Taleb durft af te wijken van wat er op papier staat. Dat soort spontane toevoegingen geeft al een beetje aan dat hij emotioneel bij dit onderwerp heel erg betrokken is. En hij komt los van het papier, dat doet hij op meerdere momenten. En dan spreekt hij ook anders. Het meest geroemd is het stuk in het Frans. Mais ce soir, je suis Parisien, je m'appelle Charlie. Ik ben vandaag een Parijzenaar. Een knipoog naar een wereldberoemde speech van John F. Kennedy in 1963. Ich bin ein Berliner. Abu Taleb zelf vond het hoogtepunt van de avond zijn oproep om het Rotterdamse geluid tot in Parijs te laten klinken. Laat Parijs horen en zien dat wij achter hen staan. En dat er een daverend applaus uit het publiek kwam, bedoeld voor de Parijzenaren, om hen een hart onder de riem te steken. Ja, ik vond dat wel adembenemend. De uitspraken van Abu Taleb worden ook in het buitenland geroemd. Van Azië tot aan Frankrijk. Maar ook de uitspraak die hij bij Nieuwsuur deed is opgevallen. En als je het hier niet ziet zitten, omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken. Ja, mag ik het zo zeggen? Rot toch op? Media in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Turkije en Amerika schrijven erover. Bij die minuut stilte zag ik er ook bij u zelf al wat emotie naar boven komen. Hè? Dat raakt u. Ik moest even snikken, ja. Heeft u goed gekeken? Wat zegt dat? Dat het wel gemeend is wat daar gebeurde. Dank u zeer. Gisteren was Abu Taleb even mijn premier en niet Rutte.